Alle paarden dus dicht bij elkaar en Lion Swish en Dennis Minema hebben de leiding. Lion Swish gaat de Z-Turf-bocht door voor Kati Monami, die een perfecte trip krijgt op de rug van de koploper. Daarachter zien we Jet Bianco en Kesselfire. Die wachten ondankbare taak om vanuit de tweede spoor de tanden op elkaar te zetten om straks die favoriete Lion Swish eventueel op te zoeken. Achter Kesselfire ligt Hint Beukenswijk. Binnenkant is nog steeds voor NLO. Thomas Bos zoekt erachter met Jewel Starlek. Gaat hij straks misschien drie dik als Dennis Minema straks de tweede tussentijd neer gaat zetten van 1.15.8. Hij heeft de eerste kilometer gerond in 1.13.9. En misschien gaat hij die tijd van Duimwicht, die 13.2, straks wel verbeteren. Lion Swish gaat de laatste bocht in en Dennis Minema plaatst de versnelling. Kati Mollemy wacht op anderhalve lengte erachter met Kesselfire vanuit het tweede spoor. Daar zijn de watten getrokken, maar dat is heel moeilijk om die koploper straks nog te achterhalen. Lion Swish heeft de leiding en gaat de Bocciarda-bocht door voor Kati Monami, Kesselfire. Hint Beukenswijk ligt er nog achter. Jet Bianco doet binnendoor haar uiterste best. Maar Lion Swish die lijkt gevlogen. Dennis Minema zit nog vrij makkelijk. Kan één keer serveren dat ze met Kati Monami nog een sprintje trekken. Buitenkant Hint Beukenswijk loopt hard in en Kesselfire doet het ook goed. Laatste tussentijd 1.12.9. Maar het wordt gewoon Lion Swish. Lion Swish gaat hier winnen met Dennis Minema voor een goed afkomende Kati Monami. En derde binnendoor nog steeds Kesselfire. Dat is 6.4.8 voor. Voorlopig in een eindtijd van 1.13.6. Winnaar de nummer 6, Lion Swish. Lion Swish is een 4-jarige bruine ruim van Musselmes uit Fiona Stardust. Gefokt door Henk Kloosterman, eigenaar Stal PD. Winnende rijder vandaag, Dennis Minema en de trainer Bas Krewas. Dennis, gefeliciteerd. Dit zijn plezierritjes. Ja, dit zijn plezierritjes. Kijk, het grootste euvel was even de kop pakken, maar ja, dat was achteraf helemaal geen probleem, want hij begint wel extreem hard. En Kati Monami kon er gelukkig geen antwoord op geven. En de laatste keer in Duinicht over de mijl ook al, dat vindt ze leuk, hè? Hij vindt het leuk. Het is echt een paard voor de korte afstand. Hij kan enorm hard beginnen. En hij laat hem opduwen, want nu ook op de finish wordt het wel close, maar ik hoef er niet eens uit te rijden. Nee, en natuurlijk, deze loyaliteitskoersen zijn een perfecte uitkomst voor deze paarden natuurlijk. Maar in deze vorm is een gewone koers, premium koers hier in Wolfgang ook wel een optie, lijkt mij. Ja, kijk, hij komt wel in een klasse dat hij natuurlijk gewoon hele goede paarden tegenkomen. En die loyaliteitskoersen, die kleine banen, zijn en met alle respect de grote trainers niet aanwezig. En ja, daar kunnen dit soort paarden gewoon goed van profiteren. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd. En samen met de eigenaar op de foto, Fokker. Peter Delers natuurlijk in Amerika, Bas in Amerika. Foto's worden gemaakt. En dan mag Dennis Minema gaan voorrijden met zijn Lion Swish. 1.13.6. Thank you so much, Knucklehead. Thank you, Keep the City. En de start van de tweede mijl vandaag is begonnen met een perfecte start van de 6 Lion Swish. Die neemt gelijk de leiding met Dennis Minema. Daarachter zien we een goede start voor Kati Monami en Servé Dassen met Jet Bianco. Het eerste paard in het tweede spoor is Kesselfire. Die heeft met de nummer 8 niet direct positie gevonden, maar ligt wel gelijk bij de eerste 4. Lion Swish gaat de Tjaarda-bocht door en komt straks weer aan u voorbij voor de tribune. Hij heeft de leiding met Lion Swish voor Kati Monami. Daarachter zien we Jet Bianco. Daarnaast zien we Sean Dekker met zijn nummer 8 Kesselfire. Binnenkant is voor Tom Kooijman met NLO. Achter Kesselfire ligt Hint Beukenswijk, die misschien straks mooi naar voren wordt gepiloteerd met een eerste tussentijd van 1.12.0. En daarachter zien we nog Jewel Starlek en Karin ligt laatste paard aan de binnenkant. Alle paarden dus dicht bij elkaar. En Lion Swish en Dennis Minema hebben de leiding. Lion Swish gaat de Z-Turf-bocht door voor Kati Monami, die een perfecte trip krijgt op de rug van de koploper. Daarachter zien we Jet Bianco en Kesselfire. Die wachten ondankbare taak om vanuit de tweede spoor de tanden op elkaar te zetten om straks die favoriete Lion Swish eventueel op te zoeken. Achter Kesselfire ligt Hint Beukenswijk. Binnenkant is nog steeds voor NLO. Thomas Bos zoekt erachter met Jewel Starlek. Gaat hij straks misschien drie dik als Dennis Minema straks de tweede tussentijd neer gaat zetten van 1.15.8. Hij heeft de eerste kilometer gerond in 1.13.9.
9. En misschien gaat hij die tijd van Duinwicht die 13-2 straks wel verbeteren. Lion Swiss gaat de laatste bocht in en Dennis Minima plaatst de versnelling. Kati Mollemy wacht door op anderhalve lengte erachter met Kiss of Fire vanuit het tweede spoor. Daar zijn de watten getrokken, maar dat is heel moeilijk om die koploper straks nog te achterhalen. Lion Swiss heeft de leiding en gaat de Bocciarda bocht door voor Kati Mollemy. Kiss of Fire, Hint Beukenswijk ligt er nog achter. Jet Bianco doet binnendoor haar uiterste best, maar Lion Swiss die lijkt gevlogen. Dennis Minima zit nog vrij makkelijk, kan één keer serveren dat ze met Kati Mollemy nog een sprintje trekken. Buitenkant Hint Beukenswijk loopt hard in en Kiss Fire doet het ook goed. Laatste tussentijd 1:12:09, maar het wordt gewoon Lion Swiss. Lion Swiss gaat hier winnen met Dennis Minima voor een goed afkomende Kati Mollemy. En derde binnendoor nog steeds Kiss of Fire. Dat is 6:48 voorlopig in een eindtijd van 1:13:06.